zijn nu bij het oude pakhuis hier. En het is een nieuw ambitieus project van de belegger Gert van Zanten. Ik ga even kijken. Nou ja, het is een heel leuk project. Je hebt gelijk met een heleboel mensen moet je heel snel samenwerken. En je moet allemaal echt hard werken om heel snel iets te maken. En voor mij als actrice heb je gelijk materiaal eigenlijk. Dus je kan gelijk iets laten zien daarna weer wat je hebt gespeeld. Nou, nou, je houdt altijd wat over om te laten zien. Sowieso na 40 uur. Ja. Nou, ik vind dat juist de kick. Dat het allemaal in één weekend moet gebeuren. Dat je gewoon alles eruit haalt wat erin zit. En dat het gewoon af is. Ik bedoel, een film is eigenlijk nooit klaar. Je vindt nooit dat het af is. Maar omdat die deadline er zo strak op zit, maak je keuzes en rond je het af. En uiteindelijk wordt het niet per se minder dan dat je er 3 maanden voor zou krijgen. Dat vind ik bijzonder. Ja. Nou, dit is dus de kelder. En hier wil ik een sauna gaan bouwen, zodat je lekker kan nazweten nadat je boven lekker fijne entertainment hebt gehad. Van wat voor soort dan ook. Kun je hier lekker al het oude zweet eruit uitwerken. Dus lekker. Het is wel zo dat mensen die zijn, althans als je het een beetje fatsoenlijk gedaan hebt, dan zijn ze onder de indruk wat je hebt gedaan. Al helemaal omdat die tijdsdruk erop zit. En dan, dan word je er wel nog door gebeld van, joh. Als het bevallen is, nog een keertje samenwerken en En je hebt veel contacten. Precies. Dus na afloop, als je gaat dan met z'n allen naar die films van elkaar kijken. En dan neem je als speler neem je kaartje mee en uiteindelijk regisseurs die een kaartje meenemen. En ik heb wel met een paar mensen nog contact voor eventuele nieuwe projecten.